Woning in Meppel veilig genoeg om te betreden voor onderzoek. Feestje tegen de armoede in Bijlen. Vader Menno haalt geld op voor onderzoek naar ziekte die zijn zoon fataal werd. De woning in Meppel is sinds vanochtend veilig genoeg om te betreden voor onderzoek. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond hier een explosie plaats die het huis zwaar beschadigde. Daarbij werden materialen gevonden die gebruikt kunnen worden bij een drugslab. Maar door de instabiele situatie kon er tot vandaag geen verder onderzoek worden gedaan. De forensische opsporing is aanwezig om dit alsnog te doen en om te achterhalen wat de explosie heeft veroorzaakt. Omwonenden kunnen voorlopig ook nog niet terug naar hun woning. Maandag wordt er een bijwonersbijeenkomst georganiseerd waar ze verder worden geïnformeerd en waar ze hun vragen kunnen stellen. Een groot kabaal in Bijlen dit weekend. Stichting Goed Gevoel houdt een inzame actie in de Week van de Armoede. En dat doet ze samen met piratenzenders. Nou, wij kwamen zelf met het idee van een soort glazen huis. En ja, daar hoort muziek bij. Nou, wat kun je dan beter vragen dan piraten? Piraten die zijn nou eenmaal gek. En die, ja, dat is gewoon lang levende lol. En ja, dat doet het. En die jongens zijn bekend, ook onder de jeugd, maar ook onder de ouderen. En zo krijg je dus steeds meer mensen ook in de winkel. En die worden weer nieuwsgierig wat wij voor werk doen. Dus het is gewoon win-win. Mabel Stuiver is eigenaresse van de winkel. Mensen uit de buurt doneren spullen die daarna bij mensen terechtkomen die het minder breed hebben. Ze hoort vaak schrijnende verhalen. Dan verdiep je ook steeds meer in de problematiek en dan ontdek je dus dat sommige kinderen helemaal geen bedje of iets dergelijks om mee te slapen. Dat ze gewoon op de bank liggen of niet met eten naar school kunnen. Ook geen vriendjes hebben omdat ze dus niet goede kleding hebben. En dat wordt steeds groter. En vooral Drenthe is van oorsprong een hele arme provincie en dat merk je dus nou ook. Ik bedoel, er komen steeds meer mensen met kun je dit helpen, kun je dat helpen. Voorlichting geven is dus het voornaamste doel van dit weekend. Naast hulp van de piratenzenders komen ook een aantal artiesten gratis een optreden geven. We gaan even beginnen met Alleen Vannacht volgens mij, hè? Alleen Vannacht. Hebben jullie al enig beeld wat er is gedoneerd dit weekend? Ik heb werkelijk maar geen idee. We halen het eruit, ik stop het in een zakje per dag en we zien vanavond wel hoeveel erin zit. Het is wel heel spannend. Eén ding weten ze al wel, ook piratenzender De Kelder doet een duit in het zakje. Ik ben heel trots en ik was ook heel ontroerd toen ik het hoorde. Dat vind ik echt klasse. Tom Hendriksen uit Assen finishte de marathon van Amsterdam met een eindtijd van 2 uur, 14 minuten en 15 seconden. Afgelopen week had de Assenaar nog last van zijn knie nadat hij bij de start van de 4 mijl in Groningen was gevallen. Hendriksen geeft aan dat de marathon vandaag zwaar is geweest en hij niet een optimale voorbereiding kende door zijn knieblessure. Verder is de atleet vooral blij met zijn finish. Hij kwam als derde Nederlander over de streep. De Ethiopiër Tsegaye Getachew was met 2 uur, 5 minuten en 38 seconden de snelste. Wij hadden er nog nooit van gehoord, van een Ewing zou komen. Nou ja, dan krijg je direct wel te horen dat Stan ernstig ziek is. En dan sta je met de rug tegen de muur. Stan was 21 jaar oud toen hij vorig jaar overleed aan een kwaadaardige, zeldzame bottumor. Er wordt weinig onderzoek gedaan naar deze vorm van kanker en daarom onderneemt zijn vader actie. Maar het blijft, ja, nog steeds onwerkelijk dat Stan er niet meer is. Elke dag of elke keer als ik op het voetbalveld kom, dan kijk ik om me heen en dan denk ik, waar ben je Stan? Heb je je voetbalkleding aan? Loop je op het veld of ben je in de kantine? Hij voetbalde altijd goed en meestal in de rust, dan liet hij zich wisselen. En dan vroeg ik wel eens aan hem, ik zei, Stan, waarom ga je er nou uit? Ik zei, je loopt zo goed te voetballen. Nou, zegt hij, ik heb heel erg last van mijn rug, van mijn heup. Hij zegt, gaat niet meer zo. Nou ja, oké. Ja, en dan denk je wel eens, ja, wat is de oorzaak? Heeft het te maken met groeipijn? Dat hoor je ook zo vaak. Maar die kleine pijntjes bleken grote gevolgen te hebben. Stan was ernstig ziek. Stan die heeft altijd geloofd, het komt goed. Kijk, er zijn mensen die ziek zijn en die hebben dan een bepaalde bucketlijst wat ze nog graag willen doen. Maar dat had Stan niet. Stan leefde in de veronderstelling, jongens, ik ben op dit moment ziek, maar dat komt goed. Jullie moeten jezelf even redden deze periode,
Maar straks ben ik weer beter en dan pakken we de draad weer op. Die draad kon Stan alleen nooit oppakken. De dokters konden niks meer voor hem betekenen. Doordat er zo weinig bekend is over de ziekte, waren er geen behandelmogelijkheden meer. En dan denk ik, in deze maatschappij, dat kan toch niet mogelijk zijn. Dat jonge kinderen in een ziekenhuis komen en ze krijgen te horen dat ze een Ewing-sarcoma hebben. Ja, dat ze niet weten hoe het gaat aflopen. En dat de dokters zeggen, ja, we weten het niet. Omdat er gewoon te weinig onderzoek is naar het ontstaan van een Ewing-sarcoma. Voor meer onderzoek is extra geld nodig. En dat is waar Menno voor gaat zorgen, met behulp van sponsoren. Ja, dit is wat jij komend jaar gaat doen elke dag. Elke dag 10 kilometer, dat is de bedoeling. Vroeger keek ik vaak Pippi Langkous en die zei altijd, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Pepijn Schipper, ook wel DJ Don Diablo uit Coevorden, staat op plek 15 in de top 100 beste DJ's van de wereld. Dat werd bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event. Vorig jaar stond Don Diablo nog op plek 13. Ja, het is in tenten. Nou, volgens mij is dit niet de opvang die onze minister bedoeld heeft met ik ga fatsoenlijke opvang organiseren als ik minister word. Vanuit Ter Apel rijden er elke dag 5 bussen naar de noodopvang in Bijlen. En zowel de burgemeester als het COA zien het met ledenogen aan. Het blijft niet wenselijk dat ze 's nachts met 4 graden uit de tent moeten langs buiten naar het toiletgebouw met hun kindje of met hun baby op de arm. Het is gewoon geen wenselijke situatie. De tent blijft in ieder geval tot 15 januari in Bijlen staan. Er moet dringend geld naar herinneringscentrum Kamp Westerbork. Anders staat de toekomst van het museum op het spel. Het kan zo niet langer. Dit is een geschiedenis, wordt hier verteld, van nationale betekenis. Het is een heel belangrijk verhaal. Het mag niet vergeten worden. En ik zou ook willen zeggen tegen iedereen in Nederland, put your money where your mouth is. Als je zegt dat je dit zo belangrijk vindt, nou, dan moet nu de portemonnee getrokken worden. Later werd bekend dat de Tweede Kamer 2 ton wil uittrekken om Kamp Westerbork uit de problemen te helpen. De echte voetballer weet dat je nergens beter op voetbalt dan op een natuurgrasmat. De keuze om weer natuurgras in de Oude Meerdijk te leggen werd dan ook met open armen ontvangen door de selectie van FC Emmen. Ja, weet je, gewoon als het droog is, dan heb je schaafwonden. Ze zeggen allemaal van niet, maar ik ben een paar keer wakker geworden vorig jaar met mijn dekbed aan mijn been. Dus nou ja, dat soort dingen, dat zijn echt wel gewoon nadelen van kunstgras. En, ja, aan de andere kant, je kan er eigenlijk altijd op trainen, zegt ze dan altijd. Ja, dat klopt. Maar als je zorgt dat je de velden goed voor elkaar hebt, dan moet dat ook kunnen. Robots gaan in de toekomst steeds vaker mensen vervangen in de glastuinbouw. En bij Drenthe Growers op Erica proberen ze de planten zo te laten groeien dat het voor robots nog makkelijker wordt. Deze plant, dat noemen we het hoge draadsysteem. Daarbij halen we de kop niet uit de plant en het zorgt ervoor dat de komkommers boven elkaar groeien. Komkommer is een klimplant, dus die groeit in principe aan de onderkant groeien geen komkommers meer, hij groeit gestapeld. Dit zorgt ervoor dat we minder gewas hebben, waardoor het makkelijker voor een robot makkelijker is om de juiste komkommer te vinden. Een duidelijke nee, dat kan de Nederlandse regering in Drenthe verwachten wanneer ze ruimte zoeken voor kernafval. En ik heb ook even teruggekeken in de archieven. Het speelt al decennia lang diezelfde discussie. Ook in 1979 geloof ik is er een hele groot protest geweest, ook in Gasselten. Nou ja, ik denk dat opnieuw, zeker met alle ervaringen van de laatste jaren, met het grommel in de bodem, wat het allemaal met zich meebrengt, dat er weer ontzettend veel verzet zal komen. In de avond valt er nog wat regen, maar in de loop van de nacht wordt het in vrijwel heel Drenthe droog. Het blijft wel bewolkt en de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Maandag krijgen we te maken met een bewolkte dag. Droge periodes en lichte neerslag wisselen elkaar af. De temperaturen liggen rond de 16 graden. Vanaf dinsdag lijkt er ander weer aan te komen met wat minder regen en meer zon. Tot zover Drenthe Nu. Een fijne avond en graag tot morgen.